Mein Name ist Frans Stapelberg von Ibutlanti Wagyu Breeders. Ich boer in der Limpopo-Provinzie, nicht nord von Mabelhol, bei Springbokvlakte, mit Wagyus für die letzten 4 Jahre. Ons het aanvankelijk begin met zwart wagyu en die laatste paar jaar concentreerden ons op die rooie genetica. Al ons dieren is volbloeddieren, hoofdzakelijk ingevoerd van Australië af en nu die laatste 6 maanden van Amerika van Hardbrand af. Ik heb baie vertrouwen in die wagyu ras om vleeskwaliteit te verbeteren in die land, die eetervaring van rooi vlees te verbeteren. Ik denk dat is een baie groot toekomst voor die wagyu in Zuid-Afrika. Ons is een trotse lid van die Certified Wagyu Breeder Groep, wat veiling hou nou in september. Ons biedt 7 lotte aan, allemaal volbloed dieren op die veiling. 2 lotte is volbloed akahoosi, oftewel dan een rooi dieren. En hulle is draagtig van een purebred bil uit Amerika met die naam van El Padrino. En dat is een poenskopbil. Die 2 dieren sal draagtig gesertificeerd aangebied word. Dan is daar 2 volbloed rooi bille, wat Hardbrand se Red Emperor redelijk sterk in die nageslag is. Dat is ook Big L wat goed feature in die voorgeslag. Daar is 2 kampusse dieren wat ons ook aanbied. Die 1 kampus het vers, is weer draagtig van een rooi bil, een baie besonderse rooi bil. En dan op die Silent Auction biedt ons 5 poena-embryo's, zwart poena-embryo's van Bar 52R aan. Daar is ook een groepie rooi F1 verse, wat ook draagtig is van een besonderse akahoosi bil. En dan 5 oop F1 akahoosi verse. Ons sien uit daarna om alle belangstellendes en kopers wat reeds by ons gekoop het te verwelkom by die veiling. Ek dink dit gaan 'n besonderse dag wees met besonderse diere wat aangebied word.